De afgelopen 3 e-learnings bleken echt een heel groot succes. Want jullie hebben massaal meegetraind. En dat heb ik gezien door alle foto's die op social media werden gepost. Maar ik was aan het twijfelen om door te gaan met deze serie van e-learnings. Maar ik heb de vraag gesteld op social media. En massaal hebben jullie aangegeven, alsjeblieft ga ermee door zolang we in die lockdown zitten. Nou, die lockdown is dus nog niet klaar. Dus ik heb besloten om door te gaan met een volgende reeks. Voor degenen die later dit filmpje zien, want ze blijven staan op mijn YouTube kanaal, je kan dus gewoon instarten wanneer dat je wilt. Maar wat ik ga doen zijn 3 kniptechnieken en 3 kleurtechnieken op een nieuwe dolhead. Dus de volgende reeks die ik ga plaatsen, die zal ik gaan plaatsen met e-learning 2.1, 2.2 en 2.3. Op die manier weet je dat je deze 3 op elkaar kan opvolgen op 1 nieuwe dolhead. Dus als je mee gaat doen met deze nieuwe reeks, bestel dan zeer zeker een dolhead, een nieuwe, want dan kunnen jullie mij weer precies volgen. En let erop dat het geen synthetische is, want die zag ik links en rechts ook nog voorbij komen. Kan je wel knippen, aangezien dat wel slecht is voor je schaar, omdat het gewoon plastic haar is. En je kan niet kleuren, want het haar neemt gewoon geen kleur op. Wat heb ik voor jullie in gedachten in de komende reeks is, ten eerste, we gaan vandaag een face frame snijden met een kniptechniek. We gaan air touch balayage zetten. Dat is de meest verfijnde manier van een balayage. Dan in de tweede reeks gaan we naar een textured lob doen met sunlights highlights erin. En als laatste zal ik een pixie haircut doen met ook een hele leuke kleurtechniek. Maar die komen in de volgende e-learnings. In deze eerste gaan we eerst snijden. Nou, jullie kunnen zien, ik heb mijn dolhead al gewassen, want er zijn een paar regels die je moet hanteren wanneer je het haar gaat snijden. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar soms heb ik nog wel eens een klant in de salon die zegt, nee, je gaat niet mijn haar snijden, want dan gaat het pluizen. Ten allereerste moet je altijd kijken naar de conditie van het haar, want wanneer het haar echt sterk geblondeerd is en wat zwakker, dan ga ik dat haar ook niet snijden. En wanneer het haar wat fijner is en het heeft een krulstructuur, pluizige structuur van zichzelf, dan zal ik het ook niet gaan snijden. Maar voor de rest kan ik prima mijn mes hanteren. Wanneer dan je dan het mes gaat hanteren, zorg er dan voor dat het in alle tijden een nieuw mesje, een nieuwe blade in je mes zit, dat die echt goed scherp is. Dat het haar goed gewassen is, geconditioneerd, dat er heel makkelijk doorheen te kammen is en dat je mes ook een hele zachte snijbeweging het haar er kan afhalen. Wanneer je het gevoel hebt dat het haar gaat schrapen, dat je denkt, als je dat gevoel hebt, dan moet je iets veranderen. Dan is of het haar is dan niet nat genoeg of je mesje is oud. Dus let daarop als je het haar gaat snijden. Maar dit is de meest mooie manier om deze coupe erin te maken. En dan wil ik nog iets zeggen. In mijn vorige filmpje wat ik zag, werd mijn haar aan de achterkant, het wordt steeds langer. Ik ben net zo'n kakatoe, maar mijn lieve dochter kan wel kleuren, maar ze kan nog niet knippen. Dus nagelang dat deze filmpjes verder gepost worden en de lockdown duurt langer, zullen jullie zien dat mijn haar ook steeds langer gaat worden. Nou ja, wie weet ben ik dan ook wel toe aan een nieuwe coupe. Denk het niet. Ik denk zodra dat weer geknipt mag worden, dat ik dan ook mijn haar zal knippen. Maar dan weten jullie in ieder geval waarom mijn haar zo soms zo gek aan de achterkant uitstaat. Nu gaan we beginnen. Oké, nou, ik heb het haar al gewassen. Ik zorg dat het haar goed vochtig is. Dus echt overal goed vochtig maken. Nou, dan ook nu, wat ik al aangaf, plaats ik een nieuw mesje. Plaats ik in mijn razor of in mijn mes. En ik gebruik van het maar een merk verder. Misschien hebben jullie een ander eigen merk. Maakt niet uit, zolang die maar scherp is. Deze coupe hoeven we niet echt af te delen, dus dat is ook weer een voordeel. We beginnen met deze coupe aan de voorzijde. Of althans, hij wordt bijna helemaal geknipt aan de voorzijde. Dus nogmaals, wanneer je deze coupe toepast in de salon, draait dan de stoel, zodat je niet moeilijk staat te doen tussen de spiegel en je klant. Nou, dan beginnen we eerst met het voorste gedeelte. Ik deel een driehoekje af en dat wordt mijn kortste laag. Leg dat ook uit aan je klant, want die eerste knip is altijd frustrerend. Altijd alles in overleg met je klant doen, maar stel je voor dat jij echt overtuigd bent van een bepaalde lengte.
en de klant die zegt van oeh, dat is wel heel erg kort en je zou het hem veel langer laten, dan 9 van de 10 keer wanneer je klaar bent met knippen, moet je het nog eens een keer overdoen. Want dan denken ze, nou ja, hij is nog wel heel erg lang. Het voordeel van deze coupe die ik erin ga maken, is dat je heel mooi die face frame laagjes in het gezicht krijgt. Maar naarmate toe naar achteren worden alle lagen langer. Dus veel beweging aan de voorkant, aan de achterkant nog een mooie hoeveelheid haar over, zodat je ook nog die dikte hebt. Oké, dus normaal in de salon ga je ervoor staan. Ik draai ze nu een klein beetje. Wacht even hoor, even kijken ook of de cameraman het allemaal goed in beeld krijgt. Dan projecteer je dat haar naar voren. Nou, dan projecteer je het ook op één punt en dan ga je dus samen met je klant, ga je dus je lengte ga je bepalen. Nou, ik ga nu net onder de kinlengte ga ik zitten. Dus ik projecteer het naar voren. Ik pak mijn mes erbij, mijn kam doe ik dan weg. Ik projecteer het op een puntje, want dan zet ik al gelijk een ronding, daar zet ik in. Mijn mes gaat er plat met een klein hoekje, gaat hij erop. En dan op ongeveer 3 centimeter, dat mijn mes op het haar ligt, snij ik het haar af. Dus het is echt een platte stand van je mes. Kijk, en dan kan je al gelijk zien, heel zacht zet ik dan die ronding zet ik al in. Nou, dan ga ik door met mijn volgende passé. En die pak ik echt met aan de zijkant, heel de contourrand, neem ik die mee. Dus ook aan deze kant. Gewoon een rechte lijn mag dat zijn. Niet te dik, want je moet het nog wel goed kunnen hanteren. Nou, als je bang bent dat dit haar in de weg zit, kan je dit altijd eventjes wegklippen. Nu is dit een wat oudere kniptechniek. Ik gebruik die zelf al jaren bij me in de salon. Maar nog altijd is die even productief. Nou, ik kan het haar, kan ik nu naar voren. Dus de afstand wordt steeds verder naar mijn vaste gidslijn. Dus dan weet ik al dat de laag hierachter al langer wordt dan de laag aan de voorpartij. Nou, ik kan heel goed mijn gidslijn kan ik zien. En dan begin ik gewoon weer van vooraf aan. Dus ik pak een passé op in het midden. Daar. Die projecteer ik naar één punt. En die snij ik af boven mijn vingers. Want je snijdt namelijk altijd daar waar de spanning op het haar zit. Dus dan ga ik gewoon exact hetzelfde ga ik door. Kijk, en dan kan je het voordeel zien van snijden dat die heel mooi zacht in een punt uitloopt. En dat geeft die zachte gelaagdheid in het gezicht. Nou, dan pak ik de zijkant pak ik erbij. Ik zal even een beetje draaien. Zo. Want ik wil nu wel dat de lagen naar de zijkant, dat die langer worden. Dus ik ga ervoor staan. Ik pak de passé vast tussen mijn vingers. Hier heb ik het beginstukje. Daar wil ik een connectie maken. En dan op deze manier glij ik naar beneden. Dus ik laat ook het haar tussen mijn vingers, of met mijn hand mee, glij ik naar beneden. En dan kan je al zien dat ik lengte aan het creëren ben aan de zijkant. Nou, vervolgens aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Dus let erop dat je vingers naar beneden wijzen, dat niet je mes naar achteren gaat, want dan ben ik te veel haar kwijt. Daar zit mijn gidsje. En dan ook nu langzaam naar beneden glijden en dan checken aan beide kanten of je gelijk bent. Dit laat ik zo hangen. Kijk, en die klant die krijgt eerst al het haar in het gezicht, dus zij hoeft niet in de spiegel te kijken. En deze coupe bij de klant heb ik er echt in 15 minuten tijd heb ik hem erin zitten. Dus daar gaan we weer. Hetgene wat je niet gebruikt, kan je eventjes wegsteken. Aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Dus ik neem een verticale scheiding. Ik zal het ook even goed in beeld brengen. Kijk, ik neem een verticale scheiding. Dan ook dit gedeelte, dat zet ik even vast. Zo.
dan vanuit hier kam ik het weer naar voren. En mijn kniptechniek, oh, ik sta misschien nou eventjes voor het beeld. Maar mijn kniptechniek of snijtechniek blijft constant hetzelfde. Dus ik ga weer naar het middelstuk. Daar. Heel makkelijk is het om je gidslijn terug te vinden. Doorkammen. Kijk, ik ga over mijn gidslijn ga ik heen. Daar zie ik mijn gidslijn, daar wil ik eindigen. Dus dan ook weer ongeveer op een centimeter of 3 glij ik hem weg en dan krijg ik een heel mooi zacht eindresultaat. En dat doen we ook weer aan de zijkant. Dus ik draai hem even om hem goed in beeld te krijgen. Blijf voor je klant staan. En als je deze koep bij je klant aan het knippen bent, hè, dan zal zij echt het gevoel hebben dat haar haar heel kort is. Want je sluit alles op die voorste gidslijn, sluit je aan. Maar de afstand wordt natuurlijk steeds langer. Dus zo dadelijk als je het naar het achteren kan, dan heeft ze echt wel een lengte toename aan de achterkant. Dus wat we aan het creëren zijn, zijn toenemende lagen. En laat het dan een wat verouderde snijtechniek zijn, maar altijd nog even productief voor bij je in de salon. Want nog steeds veel dames met lang haar vinden dit een geweldig mooie knip- of snijtechniek. Oké, we komen nu op het bovenste punt van het hoofd aan. Ik ga door met mijn verticale scheidingen. Ik kam alles naar voren. Zo, ook de bovenkant naar die vaste gidslijn. Daar. Draai er even omheen. Begin ik weer exact hetzelfde. Je zoekt je gidslijn weer op. Doordat je met een vaste gidslijn werkt, wordt de passé steeds dikker in je handen. En je kan begrijpen, door deze manier van snijden, lopen die lagen aan de achterkant zo mooi zacht in elkaar door. En hoef je deze koep ook, als het niet nodig is, verder te texturizen. Omdat die punten al heel mooi zacht door elkaar vloeien. Of ze moet natuurlijk heel dik haar hebben en je wilt er nog wat meer bewegingen maken, dan kan je het nog wel wat texturizen. Zo, deze kant aansluiten, zachtjes bewegen en laat je mes het werk doen. Nou geef ik natuurlijk, althans gaf ik, heel veel trainingen ook in het buitenland. En wat me dan altijd opviel, is dat toch heel veel kappers dan nog geen mes in hun assortiment hebben. Dat ze eigenlijk alles met het schaar doen. En tuurlijk, deze techniek kan je met je schaar doen, met een slice techniek. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar ik ben altijd voor de weg die het snelste is en het meest productief. Dus dan overtuig ik ze van het mes. En als ze dan eenmaal met het mes gewerkt hebben en ze weten precies hoe dat ze moeten hanteren. Nou ja, dan zijn ze vaak wel bereid om dat mes in hun assortiment te nemen. Wij Nederlanders, nou ik denk dat er weinig zijn die geen mes hebben. Dus wij Nederlanders gebruiken hem wel wat meer. Nou, je kan zien, er gaat steeds minder haar af. Zo'n dolhead is dun. Bij een klant zijn echt wel die passés wat dikker. En zo krijg je heel mooi die faceframe gelaagdheid in het gezicht. Blijf naar voren kammen. Blijf naar je vaste gidslijn toe gaan. En als je nu bij je klant denkt, ja, maar potver, ik zie mijn gidslijn niet. Neem dan dunnere passés op. Even checken. Ja, we gaan nog gelijk op. Nou, dan ben ik hier aangekomen. Op het kruingedeelte op het achterhoofd. Het is moeilijk om vanuit hier alles naar voren te kammen, want dan heb je te maken natuurlijk met de zwaartekracht. Dus wat doe ik hier? Als ik hier ben aangekomen, dan splits ik hem in tweeën. Daar. En vanuit daar kam ik hem naar voren, naar die vaste gidslijn toe. Zo. Dus dit gedeelte. Ja, ik kan het nu in één keer pakken, want die dolhead is dun. Bij je klant moet je het misschien afdelen in 2 of in 3 passés, naar gelang de dikte van het haar.
Dan sluit ik hem weer mooi aan. Ik laat hem naar beneden glijden. Dat is de techniek die ik hanteer. Zodat ik een extra lengtetoename krijg aan de achterkant. Hier aan de zijkant. Oh, eventjes draaien hoor, dat jullie hem goed in beeld hebben. En zo. Alles meepakken. Daar. Kijk, er zijn er nog net die laatste dunne friemels hier die eraf gaan. Nou, en dan is het de kwestie van in één keer naar achteren kammen. En dit is ook altijd het moment dat die klant dan opgelucht is. Want dan ziet ze dus daadwerkelijk in de spiegel dat ze echt nog wel lengte over heeft. Oké. Okay. Nou, het enige wat ik nu nog doe, is de buitenste contourlijn. Deze. Kijk, want die is op die dolhead, is die echt wel wat dunner. Daar haal ik net eventjes nog het toplaagje, het onderste laagje haal ik daar van af. Nou, ik blijf doorgaan met mijn mes. Je kan ervoor kiezen om de achterkant ook te knippen. Maar omdat ik die zachtheid in het gezicht heb gecreëerd, wil ik ook die zachtheid aan de achterkant wil ik er ook in creëren. Ik hoef het haar niet meer af te delen in passés, want dit is allemaal al gedaan. Dus ik kan hem in één keer, even kijken. Ik kan hem in één keer kan ik hem naar beneden projecteren. En dan blijf ik doorgaan met mijn snijbeweging op een snijvlak van 3 centimeter. Laat je mes zachtjes het werk doen. He, wat ik al aangaf, zodra dat je het gevoel hebt dat je gaat schrapen, dan ben je het haar aan het beschadigen. Maar dit is echt een hele mooie kniplijn die je kan gebruiken voor je bij in de salon. En in een kwartier tijd heb je hem er dan helemaal in zitten. Dit is dan voor jullie het pauzemoment. Normaal gesproken met het knippen van een coupe plaats ik wat meer pauzemomenten erin. Maar ik denk als je dit gezien hebt, dat je echt wel in één keer de coupe erin kan snijden. Dus je begint aan de voorkant, je bepaalt de lengte. Je zorgt dat de voorste lagen naar beneden glijden, dat we hier ook lengte hebben. En dan alles naar voren projecteren met een snijvlak van 3 centimeter haal je eraf. En dan als laatste aan de onderkant haal je met je mes ook nog net even dat onderste dunne puntje eraf. Maar ik kan echt zeggen, deze kan je natuurlijk ook echt wel in langer haar kan je die toepassen. Maar een hele mooie, snelle, commerciële coupe voor bij je klant in de salon. Vanuit hier gaan we beginnen met de airtouch balayage. Wat ik net ook al aangaf, dit is de meest verfijnde manier van balayage. Daar kan je echt niet tegenop met het uitmazen van met je puntkam van lokjes. Zo dadelijk wordt het ook wel duidelijk. Alleen voor nu is het wel zo dat deze techniek kan alleen maar plaatsvinden op droog haar. Dus ik ga mijn haar feunen. Jullie ook, nu even op pauze zetten. Even de dolheid helemaal feunen. Het maakt hem wel mooi glad, want daar werkt het lekkerste en het mooiste. En vanuit daar beginnen we met onze kleurtechniek. Als het goed is, hebben jullie nou je dolheid ook gedroogd. Net zoals bij mij. En vanuit hier kunnen we dan beginnen met de kleurtechniek. Nou, ik gaf al aan, airtouch balayage is de meest verfijnde manier van balayage die je kan zetten. En daar heb je zeer zeker heb je daar een föhn bij nodig. Maar wat heel belangrijk is, is dat je dit gaat doen met je mondstuk. Dan heb je meer controle over de wind. We gaan deze techniek uitvoeren op de dolhead, maar heel eerlijk, bij je klant is het eindresultaat en de techniek op zichzelf is veel makkelijker. Waarom? Dat gaan jullie zo dadelijk zien. Ik ga met de föhn haar tussenuit blazen. Dan val niet tegenop te mazen, want doordat je het gaat föhnen, krijg je een heel ongelijk beeld en dat geeft een heel mooi zacht eindresultaat. Maar bij een klant vallen er 60 à 80 haren uit per dag. Om de 7 jaar heb je een nieuwe haarcyclus. Dus elke klant heeft nieuwe haren ertussen zitten die je eruit kan blazen. Bij je dolhead is dat natuurlijk niet het geval. Dus
Maar ik weet zeker, als het op je doorhead lukt, lukt het bij je klant nog veel sneller. Ik heb mijn papje al klaargemaakt. Nou, wat heb ik klaargemaakt? Want jullie kunnen natuurlijk allemaal met je eigen merk werken. Ik heb de Snow White heb ik gedaan. Deze keer had ik 9% in huis, dus ik ga ook daadwerkelijk met 9% ga ik kleuren. Maar ik heb er ook weer een klein beetje No Yellow Pro Booster aan toegevoegd om zo cool mogelijk te eindigen. Folietjes heb ik allemaal klaar liggen. Allemaal op dezelfde maat heb ik die netjes afgescheurd, want ik wil ook wel zo mooi en zo netjes mogelijk werken. Vanuit hier gaan we eerst de afdeling maken. Net zoals bij het knippen, als je een afdeling maakt in je kleurtechniek, zit je kleur er sneller in. Nou, ik begin eerst met het voorste gedeelte. En dat voorste gedeelte is ja, 2 centimeter deel ik af. Want die ga ik namelijk ook naar voren ga ik die blazen. Nou, dan zet ik eerst even het achterste gedeelte, dat klip ik even weg. Heb ik hier het eerste voorste heb ik te pakken. Daar zet ik even een klemmetje op. Dan ga ik naar de andere kant. Doe ik exact dezelfde afmeting. Deze scheiding loopt altijd een beetje diagonaal, want je moet met de contourlijn meelopen van je klant. Dus ook hier dit gedeelte, dat klip ik dan vast. Hup. Nou, dan ga ik bovenop. Ga ik het haar in een middenscheiding ga ik afdelen. Ik ga er nu ook vanuit dat deze klant het haar in een middenscheiding draagt. Maar zou ze het in een zijscheiding altijd dragen, dan kan je hem ook in de zijscheiding kan je hem afdelen. Ga niet breder dan je folie. Want dat zorgt er ook weer voor dat je misschien wat vlekken kan creëren. Dus dit vlak, kijk, dat is hier. Dus dat net achter het oor. Oh, nou, ik pak dit kleine stukje pak ik nog weg. Want anders weet ik dat ik straks moeilijk zit met mijn folie. Die klip ik eventjes vast. Aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Want dan weet ik straks als ik met de kleurtechniek bezig ben dat het haar voor mij allemaal niet in de weg zit. Dus het is gewoon een rechte lijn, hoogste punt hoofd, naar beneden. Dat zet ik vast en dan het achterste gedeelte, dat deel ik ook af in tweeën. Dus dan heb ik 4 vlakken om in te werken. Maar ik begin aan de voorzijde. Nou, dit heb ik dus allemaal afgedeeld. Hup, ik laat hem nog even zien. Kijk, dus we hebben nou net Pippi Langkous. De 2 voorste, die deel je af. Dat mag ongeveer, nou ja, 1 à 2 centimeter mag dat zijn. Dan hoogste punt hoofd, scheiding naar beneden. Ook dan de rest van het haar afdelen in 4 vlakken. Nou, voor jullie nu eventjes op een pauzemoment zetten. Dat jullie even de afdeling erin maken. Want dan kunnen we allebei tegelijk kunnen we beginnen met onze kleurtechniek. De 2 voorste passées die doe ik ook naar voren inzetten. De natuurlijke haarvalling is ook vaak naar voren en is het makkelijker om je folie erin te plaatsen. Nou, dan dit vlak, dat deel ik af in 2 of in 3 passées. Dat is naar jezelf, hoe breed dat je je afdeling hebt gemaakt. Dit gedeelte, dat klip ik weg, dat heb ik even niet nodig. Dan komt het, dan ga je met je föhn haar ertussen uitblazen. Dus ik heb mijn föhn met mijn mondstuk. En dan van achteruit. Oh, wacht even, mijn snoertje zit in de weg. Hup. Wacht even hoor. Jongens, ik ben nou aan het vechten. Zien jullie dat? Hoe loopt het? Even kijken. Ja, nou ben ik goed. Oké, dus je til je passé, til je hoog op en dan met je föhn ga je de haar tussenuit blazen. We zullen het ook even close in beeld nemen, maar dit is de handeling. Bij een klant zal je merken met 2-3 keer föhnen dat het makkelijker gaat. Want bij een dolhead moet je echt beter je best doen
om er wat haar tussenuit te blazen. Nou, dan kan je dus die passé, die kan je in tweeën, kan je die splitsen. Dit gedeelte, dat kam je door. Trek hem naar beneden. Dan plaats ik mijn folie, plaats ik precies daar op de scheiding. En zet daar mijn kleur in. Het mooie van deze AirTouch balayage is dat je op dat je verschillend haar ertussen uitblaast. Dus bij de ene passé blaas je wat meer haar ertussen uit, bij de andere weer wat minder. Dat kan je nooit uitmazen, omdat elke handeling anders is. Nou, dan gaan we door, of ik zal hem even goed naar de camera draaien. Dan gaan we door. Net zoals bij e-learning 1, je plaatst heel veel kleur in de lengtepunten. Doe je hand eronder om het te ondersteunen, dat je wat druk kan zetten. Daar zit veel product. Je pakt je folie vast en met minder product, met je kwast gekanteld, ga je naar de aanzet toe. Op deze manier. En zoals ik ook al aangaf in de eerste e-learnings, het haar bij de aanzet is nieuw haar en ligt veel makkelijker op. Dus ik heb dan ook echt minder heb ik nodig van mijn blondeer om een maximale verheldering te krijgen. Nou, ik wil wel dat de klant kan kijken, dus ik klap hem nog een keer dubbel. En dan met mijn puntkam klap ik de twee zijkanten, klap ik om. Oké, dan gaan we naar de volgende. Elke handeling is hetzelfde. Je pakt je passé vast, je houdt de spanning erop aan de bovenkant. En dan blaas je weer met je föhn het haar naar beneden blazen, blaas je de haar tussenuit. Zien jullie dit goed? Dus hier is de passé wat dikker, daar is die wat dunner. Nou, die twee die trek ik dan even uit elkaar, zodat ik een mooi schoon gebied heb waar ik mijn folie kan plaatsen. Doordat ik die punt in mijn handen hou, blijft die volledig goed gekleurd. Want dat is natuurlijk ook het gevoel van de balayage. Ik duw het haar naar beneden. En ik kan hem nu weer mooi inzetten. Veel hoeveelheid blondeer in het midden plakken. Kijk, want dan weet je dat je folie, dat hij eraan blijft plakken. Hand eronder. Veel product in de lengtepunten. En stel je voor dat je folie een beetje gaat zakken. Houd hem vast aan de bovenkant. Kantel je kwast en duw op deze manier de folie weer tegen de aanzet. Duwt hem daar tegenaan. Diffuse line, dus niet te veel blondeer gebruiken. Daar. Dichtklappen. Er zit geen blondeer aan het uiteinde van mijn folie. Die zorgt er ook voor dat ik geen spots en geen vlekken krijg. Klapt hem dubbel. Want je wil nog wel dat je klant kan kijken. Zo. En dan vanuit hier, en dan vanuit hier, gaan jullie de twee voorste passés gaan jullie doen. Ik doe nu ook de andere kant. Dit is een kopie van de linkerkant. En dan vanuit daar beginnen we aan de zijkant. Dus zet nu op pauze en eerst de voorzijde op deze manier inzetten. Nou, de twee voorste hebben we erin zitten. En misschien heb je nu al wel gemerkt dat het heel belangrijk is dat je je folie goed dichtvouwt. Dat je niet met je föhn, met de wind, de folie weer openblaast. Dus maak er mooie pakketjes van. Bij een klant is deze techniek dus zeer zeker makkelijker, omdat er allemaal kortere haren tussen zitten. Dus wat we nu gaan doen voor de dolhead, is we gaan elke keer een passé ertussen laten. Nou, ik wil graag wel wat diepte aan de onderzijde erin houden. Dus ik laat één passé, laat ik
over. Dus ik begin met mijn volgende en zorg ook dat je passé niet te dik is. Daar. Dus die onderste die laat ik gewoon liggen voor wat lief is. Die houden we donker. Dan pak ik mijn volgende. Ik neem hem helemaal tot de aanzet of tot de contourgrens neem ik hem mee toe. Goed omhoog projecteren. Je passé is erg belangrijk. Hou de punt ook echt vast tussen je vingers, hè, dat je zeker weet dat je dat balayagegevoel erin hebt, dat je niet al het haar eruit blaast. Dan trek je het uit elkaar, zodat ik een mooie scheiding heb. Nou, dat haar laat ik dan naar beneden vallen. Dan met mijn puntkam. En ik denk ondertussen dat de velen van jullie al zo'n puntkam hebben besteld van Hercules met zo'n extra lange steel, omdat het gewoon makkelijker is met je folie. Dat die helemaal past erin, want jullie hebben hem al massaal besteld. Oké, dus ik duw dat haar, duw ik weg. Naar beneden. En dan vanuit hier kan ik precies doorgaan met dezelfde techniek. Dus eerst plak ik het haar vast aan de folie. Er gaat veel in de lengtepunten. En zoals ik net ook al aangaf, dit kan je niet uitmazen. Dat is niet te doen. Want ik heb een dunnere lokje, ik heb een dikkere lokje. Het is heel diffuse. Dus je krijgt een heel mooi, zacht eindresultaat. En bij de klant zou ik dan echt wel elke passé pakken. Maar bij de dolhead niet. Want die is niet natuurgetrouw met de korte haren die ertussen zitten. Oh. Dus ik klap mijn folie dicht. Ik kan hem nu gewoon lang laten. Ik hoef hem niet extra dubbel op te klikken. Zorg wel ervoor, kijk, dat je aan de bovenkant je folie goed sluit, dat daar de wind niet in kan komen. Nou, en zo werk ik mijn weg naar boven. Dus ik neem een wat bredere passé, neem ik nu op van 1 centimeter. Doe ik bewust. Even draaien. Kijk, het is echt nu wel 1 centimeter, maar dan pak ik daarboven, dan splits ik hem weer in tweeën. En dan deze, die ga ik weer die airtouch balayage ga ik geven. En elke keer is de techniek hetzelfde. Maar snap het belang van de dop van je föhn, want dan ben je meer gericht. Met je wind ben je bezig. Nou, wanneer je dat gedaan hebt, de onderste vastpakken, naar beneden trekken, dat je een mooie scheiding erin krijgt. En dan vanuit daar kan je dus makkelijk je folie plaatsen. En dan hetgene wat je in je handen overhoudt, dat zet je in. Dus je plakt eerst goed het haar tegen de folie aan. Hier zet ik alles van in. Pak mijn folie vast, dat hij niet gaat glijden. Ik duw met mijn handen de folie omhoog. En met de kwast trek ik het haar naar beneden. Zodat je mooi dicht tegen de aanzet aankomt. Zo. De folie hou ik lang. Er zit geen blondeer op het einde van mijn folie. Heel belangrijk, hè, want dat zie ik nog vaak misgaan, dat ze heel de folie vol zetten met blondering. En dat ze met blondering weer terug naar die aanzet gaan. En dat krijgt dan ook echt wel wat spots en wat vlekken. Dus aandrukken een beetje voorzichtig aan de bovenkant. En zo ga ik door totdat ik aan de middenscheiding ben gekomen. Dus pak 1 centimeter, ik splits hem in tweeën. En de techniek die blijft gewoon hetzelfde. Schone scheiding maken, dus trek het uit elkaar. Dan plaats je je folie. In het midden van die twee
splitsingen. En zie je hoe verfijnd dat dit is? En dat komt echt door de techniek met je föhn. En als je dan kijkt naar de punt, nou ja, de dolhead is natuurlijk wel dunner. Maar ik weet zeker dat ik de volledige lengtepunt meeneem. En dat die aan het begin heel zacht gediffused is. Zo. Mooi dichtklappen. Kijk, en als je van tevoren je folies al afscheurt, dan zie je, naarmate ik naar boven ga, mijn folies blijven gewoon allemaal mooi van dezelfde lengte. Het zijn mooie pakketjes. En als je deze techniek bij een klant in de salon doet, dan zal je zien dat je op het eindresultaat gewoon heel mooi allemaal gelijk zit in je folies. En dat ziet er gewoon professioneler uit dan wanneer je allemaal van die dotjes van folies maakt. Nou, ik denk dat jullie op deze manier de techniek wel begrijpen. Ga door op deze manier tot je bij de middenscheiding bent gekomen. En let er wel op dat je wel een folie plaatst in de middenscheiding. Dus dat daar niet het donkerste is. Aan de andere kant doe ik weer exact hetzelfde. Dus zet op pauze en doe de twee zijkanten met de AirTouch balayage. We hebben dus nu de twee zijkanten hebben we erin zitten en vanuit hier ga ik naar de achterkant. Maar ik wil even nog wat anders vertellen. Want een balayage is het mooiste wanneer licht afsteekt tegen een wat donkerdere kleur. We gaan het nu niet op de dolhead doen, want ik ga namelijk nog twee kleurtechnieken doen. Maar wat je zou kunnen doen bij je klant is het gedeelte wat tussen je folies zit. Je folies heb je strak ingezet om die in te kleuren met een wat donkerdere, koele kleur. Dan steekt het blonde wat meer af en dat geeft ook een heel mooi effect. Maar ja, zoals ik al aangaf, dat gaat nu niet omdat we nog twee kleurtechnieken op deze dolhead gaan doen. Maar voor bij je in de salon, bij de klant, is het zeer zeker een mooie oplossing. En dan heb je zowel de aanzet ook weer als de balayage tegelijk gezet. Nou, vanuit hier begin ik aan de achterkant. Ik heb het afgedeeld in twee vlakken. Maar ik ga wel constant gelijk op. Dus ik neem eerst een dikke centimeter deel ik af, want ik wil het onderste wil ik donker laten. Dus ik zal het even goed in beeld brengen. Hier, even met mijn rug ervoor. Zo. Kijk, want voor nu het onderste, dat doen we niet. Maar je kan daar ook gewoon bij je in de salon zelf de keuzes voor maken. Hè? Maar dan begin ik dus met een klein stukje en dan zo dadelijk aan de andere kant ga ik gelijk op. Nou, op het breedste stuk heb ik misschien drie folies nodig, maar anders kan je gewoon zo twee om twee kan je doorgaan. Het is gewoon een exacte herhaling van de techniek, dus dat ga ik allemaal niet te lang in beeld brengen, want dat is een hele lange film. Maar op deze manier ga je gewoon door, helemaal tot bovenaan. Let erop, je pakketjes goed dichtvouwen, met je föhn goed erop. Bij een echte klant gaat dit beter, omdat er meer kortere haren tussen zitten. Niet te veel blondering gebruiken bij het eerste maagdelijk haar, want dat ligt toch wel makkelijk op. En op die manier werk je je weg naar boven. Maar ook weer voor nu elke keer een passé ertussen laten. En dan gaan we samen op. Dus op pauze nu en ik zie jullie terug wanneer alles erin zit. Zoals jullie kunnen zien heb ik hem nu helemaal erin zitten. Nou, ik ben twee om twee om twee ben ik blijven werken. Maar misschien is het wel zo bij je klant als het hoofd iets groter is dat je op een gegeven moment een baan van drie hebt. En daarna ben ik geëindigd met drie enkele bovenop omdat het natuurlijk wat smaller wordt. Nu is het weer het allermoeilijkste, geduld. Ik ga nu lunchen voor jullie. Zet hem op pauze. Ga lekker koffie drinken. Relax. Laat hem een uur inwerken. En na dat uur gaan we hem uitspoelen.
Nou, ondertussen zijn we een uurtje verder. Ik ga de folie nakijken. Nou, die heeft echt wel een mooie opheldering heeft hij gedaan. Ik heb natuurlijk de No Yellow Pro Booster heb ik erbij gedaan. Dus het enige wat ik nu nog doe is nawassen met de No Yellow shampoo. Dus ook voor jullie, was hem uit. Zorg ervoor dat je door het rechtop staat, dat het haar naar beneden valt met het wassen. Want dan zit hij niet zo in de knoop. Nou, ik heb het een keer nagewassen met de shampoo. Kijk, normaal gesproken als het de klant zou zijn, dan zou ik nu het stappenplan doen. Dan zou ik het haar weer opvullen met de keratine. Maar op een dolheid is dat echt niet nodig. Dus het enige wat ik nu nog ga doen, is een No Yellow shampoo. Even spieken, hier staat hij. De No Yellow shampoo is een heel sterk geconcentreerd violet shampoo. Nou ja, en violet is natuurlijk de tegenkleur van geel. En hiermee kan ik echt nog wel een koeler eindresultaat kan ik behalen. Want die violet pigmentjes die kunnen nu nog even lekker inwerken. Ik doe er echt wel royaal, doe ik er wat op. Zo. Nou, en dan laat ik deze 10 minuten inwerken. En vanuit daar ga ik hem feunen met een hele leuke krultangtechniek. Ook eentje die we op dit moment heel veel zien op Pinterest. Dus blijf kijken en ik zie jullie zo terug. Ik heb de No Yellow uitgespoeld, geconditioneerd. En vanuit hier ga ik hem eerst eventjes feunen. Ik gebruik hiervoor een dikke borstel. En zoals jullie kunnen zien, ik zal hem even goed in beeld brengen. Mijn borstel is een beetje konisch. Ik zelf vind dat heel erg fijn, want dan heb ik iets meer grip op mijn passé en dan kan ik rapper door het haar heen, want ik wil het zo snel mogelijk gedroogd hebben, want ik ga er nog een krultangtechniek in doen. Nou, voor het feunen, ik gebruik het ook in mijn andere filmpjes, ik gebruik de Glam Shine. Het is gewoon een serum, die beschermt ook tegen de hitte. De hitte zo dadelijk van de tang en voor de föhn. En het is natuurlijk geblondeerd. Dus ik breng eerst wat serum aan in het haar. En ik weet al, voor het eindresultaat wil ik een wat ruigere krul wil ik gaan maken. Dus ik gebruik de Ocean 5 spray, de beach spray van Kiss. Maar ik denk dat jullie zelf ook allemaal wel zo'n product hebben. Een beetje zo'n beach spray-achtig. Nou, dat verdeel ik eerst. Ik ga het eerst grofweg ga ik het feunen. Doe ik niet te lang over. Ik heb mijn dikke borstel. Ik heb mijn föhn. En vanuit daar gaan we door met de krultangtechniek. En zien jullie het? Ik ben een echte kapster. Hè? Ik veeg alles af van mijn kleding. Doen jullie vast ook. Maar voor nu eventjes lekker föhnen. Nou, de kop heb ik dus gefeund en hierbij zie je al het eindresultaat dan in het steile haar. Het is echt een heel mooi zacht verloop en je begrijpt wanneer je elke passé zou doen, dan heb je echt die balayage. Maar omdat we natuurlijk nog twee kleurtechnieken gaan doen, heb ik ervoor gekozen om elke keer een natuurpassé ertussen te laten. Maar een heel mooi zacht eindresultaat krijg je. Nou ja, en vanuit hier ga ik de krultangtechniek inzetten. Ik heb het natuurlijk al gefeund met die Ocean 5 spray. Ik wil natuurlijk een iets ruigere krul willen creëren. En dat is ook een krul die we zien op Pinterest. Dus ik deel het haar af. Want we werken dan met niet al te brede passés. Nou, dit gedeelte, dat klem ik weg. Dan zit dat niet in de weg voor mij. En ik neem het zo dadelijk ook close in beeld om. Maar voordat ik de krultang doe, doe ik toch nog een klein beetje Ocean 5 spray doe ik erop. En dan pak ik een passé. En het zijn eigenlijk een soort van vierkantjes, blokjes, die ik pak. Nou, dan heb ik een krultang. Oh, even mijn snoertje. En dat is niet de dikste en niet de dunste. Hij zit er tussenin. Ik weet nooit zo goed die maten, maar ik denk dat die
nou ja, een centimeter of 3-4 breed is. Nou, daar komt hij. Wat ik doe, ik begin aan de aanzet. Het clipje zit aan de voorkant. Dan draai ik een keer in de ronde. Dan haal ik hem eronder door. Ik draai nog een keer en ik laat de punt eruit lopen. Zie je wat er dan gebeurt? Je punt blijft stijl en ik krijg zo'n halve dwarrel, krul, krijg ik in het haar. Nou, dan de volgende doe ik in de tegenovergestelde richting. Dus ik blijf werken in mijn blokjes. Dus dan gaat hij weer. Nou gaat de clip aan de andere kant, want ik wil deze in de tegenovergestelde richting. Dus de clip gaat erop. Ik draai hem een keer. Ik laat even de hitte zijn werk doen. En let op, dan haal ik hem eronder door. Ik draai door en ik trek hem naar beneden. Dus ik hou een steilere punt over en een dwarrel zit er in het midden. Dat is ook hetgene wat ik wil krijgen. En dan zal je straks zien dat je ook weer een heel ander resultaat hebt van een krultangtechniek dan normaal. Dus wanneer je in de nek bent aangekomen, blijf in je vierkantjes blijven werken. Dus ik clip dit eventjes weg. Oh, pak even hier dit clipje erbij. Nou, hier zit nog geen Ocean Five spray, dus elke keer wel eventjes wat aanbrengen. Kijk, en nu is dit haar is wat korter. Zo, klemmetje naar voren. Draaien, de onderdoor halen en doortrekken. Kijk, maar zou het haar langer zijn, en dat heb ik zo dadelijk wel op het achterhoofd, want daar zijn ook mijn lagen wat langer, dan kan ik twee keer draaien voordat ik hem eruit trek. Dus je moet echt kijken naar de lengte van het haar. Nou, deze gaat weer in de tegenovergestelde richting. Dus je draait een keer, je haalt hem eronder door, je haalt hem door en je draait hem door. Dit is de manier. Nou, dan laat je het gewoon, laat je het zo afkoelen. Ik zal ook nog even die camera er goed bij pakken, want we zijn nu wel close aan het filmen, maar dat het ook op deze camera goed in beeld is. Aangezien ik niet weet welke beelden Tyson gaat kiezen, dus we zullen het zien wanneer de film geëdit is. Maar dan gaan we weer een keer. Ik heb een beetje Ocean Five spray erop gedaan, de beach spray. He, jullie kunnen dus je eigen product kunnen jullie gewoon pakken. Maar komt hij weer. Dus je draait hem. Even de warmte zijn werk laten doen. Je haalt hem eronder door. Ik draai een klein stukje door en ik trek hem naar beneden. En dan krijg je echt een totaal ander gevoel van krul dan wanneer je hem in de normale stand gebruikt. Nou, en laat de krullen gewoon mooi met elkaar botsen. Draait hem even door. De onderdoor en trekt hem naar beneden. Dus zo ga ik mijn weg naar boven pluk voor pluk. Als ik een nieuwe pluk pak, gebruik ik weer een beetje product. En nu zien jullie ook hoe mooi verfijnd deze balayage techniek is. Ik vind het echt een hele mooie techniek voor bij je in de salon. Draaien. Onderdoor, doordraaien. Nou, op deze manier ga ik helemaal door. En zo dadelijk als ik een wat langere pluk heb en ik moet hem twee keer draaien, dan zal ik het ook in beeld brengen. Maar ook nu voor jullie, je krultangtechniek erin. En dan later zien we met z'n allen het eindresultaat. Ik ben dus nu aangekomen bij een passé die dus langer is. Dus dan kan ik hem twee keer draaien. Dus dat wil ik ook even aan jullie laten zien. Kijk, de laatste heb ik naar voren ingedraaid, dus deze die gaat weer naar achteren. Dus ik zet met mijn clip aan de voorzijde, draai ik hem om. Ik laat even de tang zijn hitte doen. Ik haal hem eronder door, ik trek hem naar me toe. Ik haal hem er nog een keer onderdoor en ik glij hem eruit. Kijk, wat ik dan krijg is twee keer zo'n slag erin, maar de punt die blijft wat steiler. En dat is typerend voor deze krul die ik maak. Dus in een langere lengte kan je hem wat vaker draaien en in een kortere lengte draai je hem één keer. Nou, ik heb deze kant nu helemaal gedaan en vervolgens doe ik aan de andere kant exact hetzelfde.
Nadat ik heel de krultangtechniek erin heb gezet, ben ik er heel los zomaar een beetje met mijn handen doorheen gegaan. Een klein beetje schudden en meer niet. Je moet gewoon deze krul ook gewoon respecteren zoals die is. Maar ik denk een heel mooi eindresultaat. De face frame laagjes die we erin hebben gesneden, de air touch balayage die we hebben gedaan, de krultangtechniek, nou ja, allemaal weer salonvriendelijke producten om te gebruiken zodra dat we weer open mogen, dat de lockdown voorbij is. Ik zeg, ik zie jullie bij de volgende e-learning, de tweede, dan gaan we naar de TechJet Lab met de SunTouch highlights aan de bovenkant. Maar voor nu, heel veel succes en tot volgende week!